Dag kijkers, we staan in het kruispunt en vandaag is de opening van de eerste paal van het centrumgebouw. Onverwacht ik op mijn hart. En dan richt ik mij tot de aanwezige cliënten die hier zijn. Als jullie dat van mij horen, vol verwachting klopt mijn hart, waar denken jullie dan aan? Sinterklaas. Sinterklaas, precies. En waarom denken we dan aan Sinterklaas? Dat Sinterklaas niet met vol verwachting. Ja, dat is hartstikke goed. Krijgen, nou, en als we het over Sinterklaas hebben, dan is wel deze tijd. Waar denk je nog meer aan? Aan nieuwe bouw. Denk aan nieuwe bouw? Ja. Oké. Okay. Ja. Aan de eerste paal die geslagen gaat worden. De eerste paal? Ja, maar ze goed hè? Ja. Nog andere suggesties van jullie? En alle aanwezigen mogen meedenken. Als we aan Sinterklaas denken, dan denken we aan. Cadeautjes! Ja, daar is het. Dankjewel. Het is voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik dat hele trip mag meemaken. Dus ik ben wel heel erg blij met dat cadeau. Want het is een cadeau van Cirilo en voor Cirilo. En dat gaan we vandaag uitgebreid met elkaar vieren. We hebben heel veel mensen aan meegewerkt en een van de belangrijke partijen is daar in de bestuurgroep en de werkgroepen die daar mee samenwerken en ook de verantwoordgroepen. En ik wil toch de mensen die in de bestuurgroep meedraaien op welke manier mogen even benoemen. Daan zit vooraan, dus ik even maar staan. Daan, daar in de bestuurgroep. Ivan. Maar op het zorgpark gaan we ook nog 150 woningen vervangen voor nieuwbouw. Er komen nog 3 locaties dakbesteding nieuw terug. We gaan het gebouw waar we nu staan en aan de overkant het gebouw van Triana gaan we slopen. Daar komt nieuwbouw voor terug. Met andere woorden, de komende jaren zal het best wel spannend worden op het zorgpark om al die veranderingen goed te gaan verleiden. Maar goed, we gaan vandaag stilstaan bij het centrumgebouw. En het zijn nogal wat functies die we gaan onderbrengen in dit gebouw. En volgens CRO in dat opzicht een uitdaging en lijkt voor de eerste keer dat we al deze functies ook zo gaan combineren. Ik noem een aantal functies. Op verzoek van cliënten, wat willen we terug? Sportman, misschien? Ga helpen. De bakkerij, precies, die komt er ook terug. Droomtal, alle werkplekken voor de medewerkers die ondersteunen. En de pony! De pony is niet van adviezen, heel goed. En de schilderij. Speel een tekenklein stukje, ja? Ja. Zijn we dan compleet? Ja. Ja? Oké, de check is gedaan. Dus met andere woorden, heel veel functies die terug gaan komen in dit gebouw. Dus we afsluiten dan met een filmimpressie. En daarnaast zullen jullie worden uitgenodigd om met ons naar de bouwplaats te gaan. Want daar gaat het echt gebeuren. Ja, ik zou zeggen, mag het bouwterrein open? Nou jongens, daar gaat ie, het bouwterrein. Bouwterrein gaat open, kom maar. Nou, dan gaan we met z'n allen. Dan gaan we met z'n allen heen. Hard gefeliciteerd in het gebouw. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Fijn dat je erbij bent. Mooi, ja.
foto's gemaakt. Heb je foto's gemaakt? Ja, nou ja. Hoe vond jij de opening? Mooi, ja. Ja? Mooi, ja. Heb je ook gezien hoe groot het is? Ja, was deed niet al gezien. Ja, ja, zeker. Ja. Is de vraag. Oké. Ja. Wanneer verwacht je dat het klaar is? Dan moet ik even goed denken, want we zijn nu begonnen en het duurt nou toch bijna anderhalf jaar. 2 jaar dus. Dus dan moeten we heel 2019 overslaan. Ja. En dan hoop ik zo net voor de zomer in 2020 dat we er met z'n allen in kunnen. Kijk, mooi hè. Maar er moet niks tegen zitten. Nee, we hebben nu de vorstperiode. Ja. Zijn ja. Een vorst misschien eventueel. Als we een vertraging geven. Vertraging. Maar daar gaan we niet vanuit. En dan duurt het dus zeg maar anderhalf jaar. Oké. Okay. Bedankt Joop. Graag gedaan. Tot de volgende keer. De volgende keer. Nou kijk eens, tot zover de eerste paal van het nieuw centrumgebouw. En we gaan terug naar Jeroen en Patrick. Tot ziens. Thank you.